Wat is Vierhouten voor jou? Nou, ontmoetingsplek voor christenen uit heel Nederland om samen te vieren het Pinksterfeest. Een groot gezellig familiefeest. Lachen en springen, dansen. Geweldig feest met een hele hoop christenen. Vroeger stond dit evenement bekend als iets wat typisch hoorde bij de evangelische kringen, de Pinksterkringen misschien ook. Daar lijken de scherpe kantjes een beetje vanaf, een beetje meer openheid naar de kerken. Heb je dat goed gezien? Dat heeft u heel goed gezien. Gelukkig is wat dat betreft een grote verandering aan het komen in alle opzichten. We gaan heel duidelijk beseffen, zowel in de vrije groepen als in de Pinkster- en Vol-Evangelie groepen, als in de reformatorische groepen, dat samenwerking absoluut noodzakelijk is. Wat betekent deze conferentie voor jou? Ja, heel veel. Ik vind dat we als christenen bij elkaar moeten komen om elkaar te bemoedigen. Dat vind ik heel erg goed. Ik ben Corrie van der Hout. Ik kom uit Den Haag. Uit de gereformeerde kerk van Mariehoeven. U bent gereformeerd en komt toch naar een conferentie als deze. Hoe moet ik dat verklaren? We hebben eigenlijk ontdekt door onze kinderen dat er veel meer is dan we in de kerk beleefden. En daarom komen we ook eigenlijk steeds terug. U zich vanavond willen bekeren tot die eerste liefde. Ik geloof echt met mijn hele hart dat Nederland het merken zal wanneer hier vanavond mensen zich opnieuw tot de Heer bekeren, tot die eerste liefde, die verliefdheid tot Hem. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Al meer dan 60 jaar mogen we met de bediening van opwekking een zegen zijn voor ons land. Met de opwekkingsmuziek, leiderschapsconferenties en al die onderdelen van onze bediening. En dat willen we nog vele jaren blijven doen. Maar dat kunnen we niet zonder jouw vriendschap. Daarom wil ik je uitnodigen om vriend te worden, om mee te dragen, mee te bidden en onderdeel te worden van de zegen die God door dit land, door opwekking, wil brengen. Word vriend en wees daarmee samen met ons een zegen voor dit land. Vul dit huis met uw glorie.